Dit programma is mede mogelijk gemaakt door ZLM Verzekeringen. We zijn terug in Nederland, terug in Brabant, met nog één rit te gaan. Na de dubbelslag van gisteren heeft Philippe Gilbert in het klassement 1 seconde voorsprong. Hij is goed geluimd in Etten-Leur. De finish is in zicht van een ronde waarin eigenlijk alleen het weer tegenviel. Nou, het is een hele goede vijfdaagse tot op heden. Wat me dan toch het meest heeft aangesproken is denk ik toch de finale van gisteren in de Ardennen. Gilbert is natuurlijk de nummer 1 van de wereldranglijst. En daarnaast is het een renner die enorm aanspreekt door zijn zeer aanvallende stijl van koersen. Hij maakt de wedstrijd, hij springt met alles mee, hij reageert op alles. Ik vind het een genot om naar te kijken eigenlijk. Ben je als voorzitter zo'n man dan extra dankbaar? Hij tilt de wedstrijd wel naar een hoger niveau. Nou ja, je merkt natuurlijk wel, hè, met name in België is hij een beetje naast de koning, bij wijze van spreken de meest vooraanstaande Belg. Hè. En in dat kielzorg, in die slipstream, krijgen wij daar enorm veel aandacht van. Ben je met de Ster ZLM Tour nu een heel redelijk alternatief voor de mensen die niet in Zwitserland en de Dauphiné verschijnen? Nou ja, dat was natuurlijk aan het deelnemersveld te zien. Hè. We hadden een buitengewoon sterk deelnemersveld. En als je dan ook nog in die proto-teams een aantal renners uit de top van de wereldranglijst hebt, dan is dat geweldig. Dat betekent inderdaad dat je een behoorlijke stap gezet hebt. De slotrit door West-Brabant begint en eindigt in Etten-Leur. Het decor is Hollands, de omstandigheden ook. Het onstuimige weer zou nog wel eens bepalend kunnen worden. Na het vertrek zal het direct een waaierkoers worden. Via Roosendaal gaat de karavaan richting Woensdrecht, waar vorig jaar de Tour de France nog reed. Daarna is het oppassen op de Zeeuwse Oesterdam en dan terug naar Brabant voor de finale en de finish in Etten-Leur. Iedere wielrenner, iedereen die hier wel eens fietst, weet hoe hard het kan waaien in West-Brabant. Kijk, kromgebogen ploeteren, dat is het lot van de drie koplopers. In het peloton, Stef Clement, hij kent de mores van deze regio. Vandaag passeren we zijn huis in Zevenbergse Hoek op 1,7 kilometer. Hier Nicky Terpstra op 1 seconde in het klassement. Hij gaat vandaag toch nog een ultieme poging doen om het geel te behalen. Rennie Ronig, een van de koplopers, krijgt dan een lekke band. Kon terugkomen, maar heel lang duurde de ontsnapping niet. Al vrij snel werd het drietal teruggepakt. En hier is goed te zien hoe zwaar en lastig deze etappe toch nog werd. Het peloton is dan weer compleet bij de eerste finishpassage en dat is de tweede tussensprint. Daar zijn nog wat seconden te verdienen. Terpstra probeert het, maar Gilbert is hem te snel af. Gilbert gaat zijn trui behouden. Sterker nog, Gilbert trekt door. Deze man wil altijd koersen. De Belg krijgt wat renners mee, onder andere van Vacant Soleil. De Brabantse ploeg heeft zich goed laten zien in deze ronde. Maar ook deze poging mislukt. Terug in Etten-Leur wordt het een massasprint. Lee Howard wint. De Australiër klopt Haedo en Farrar Philippe Gilbert in het peloton. Hij wint voor de tweede keer de Ster ZLM Tour. Ja, de vorm is zeker goed. Nu de Tour is wel een niveau hoger, maar het is altijd goed voor de morale om een koers te winnen. Ja. Vergelijk jezelf eens met het voorjaar toen je alle zegens aan één reeg. Ben je even goed nu? Maar nee, in Luik was zeker veel beter, maar mijn niveau is wel toch goed. Ja. Gilbert dus op naar de Tour. Dit is het verdict van Etten-Leur. Lee Howard was iedereen te snel af in de sprint. Met Gilbert krijgt de Ster ZLM Tour de gedroomde winnaar. Het geel en de bloemen zijn voor hem. Nicky Terpstra wordt tweede op 3 seconden voor Navadauskas en Van Leijen. Dit was de Ster ZLM Tour voor dit jaar. Bedankt voor het kijken. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door ZLM Verzekeringen.